maar niet goed bang, hè. Koeien die staan er gezond bij. Prachtige weiden, mooi weer. U ziet ook, ze zijn enorm nieuwsgierig. Want ze staan alsmaar te kijken naar wat wij hier eigenlijk aan het uitspoken zijn. En die gezonde koeien, dat is toch weer een heel ander beeld dan we eind jaren 90 hadden. Toen de Nederlandse veestapel geplaagd is door twee vreselijke epidemieën. De gekke koeienziekte, BSE, en mond- en klauwzeerepidemie. Toen moesten tienduizenden koeien geruimd worden. En dan werden ze, het was een verschrikkelijk beeld, die dode koeien werden getakeld uit die stallen in van die grote vrachtwagens. Het zal iedereen nog wel op het netvlies gebrand zijn. We hebben de laatste jaren nogal last gehad van alle mogelijke veeziekten. Denkt u aan de Q-koorts, aan de varkenspest, aan de vogelgriep, van alles en nog wat. En als u nu denkt dat dat heel recente verschijnselen zijn, dan heeft u het mis. Want ook in vroeger eeuwen werd de veestapel geteisterd door verschrikkelijke epidemieën. Een van de ergste veeziektes waar we in Nederland ooit last van hebben gehad, was de runderpest. En de eerste uitbraak van de runderpest deed zich voor in 1713. En die pest die heeft toen zo'n 10 jaar in Nederland gewoekerd. Het is een verschrikkelijke ziekte waaraan die koeien doodgaan. Het begint met zweren in de bek en zweren in de ingewanden en tenslotte bezwijken ze na enige dagen. En we hebben hier de aantekeningen van een zekere boer Buis die beschrijft wat zijn dieren doormaken. De eerste tekens van de ziekte, rode en branderige ogen en een strak en gespannen kop. En vanaf de tweede dag begonnen de beesten een sterke afgank te krijgen, welke zeer stinkt en geheel groen is. En dan was het na enkele dagen helemaal afgelopen met die koeien. Zo, we kunnen de koeien weer vrijelijk hun gang gaan. Want ze zijn toch een klein beetje benauwd voor mij. In de vroege 18e eeuw wisten ze eigenlijk niks van die veeziektes. Ze wisten niet waar het vandaan kwam, ze wisten niet wat ze eraan doen moesten. En de meeste boeren zagen het eigenlijk als een soort van straf van God, die je maar gelaten over je heen moest laten komen. En als ze dan getroffen waren door die runderpest, dan gooiden ze de kadavers soms in een riviertje, soms in sloten. En u begrijpt, dat gaf niet alleen een immense stank, maar dat maakte ook het besmettingsgevaar nog weer groter dan het toch al was. De praktijk om die kadavers in die sloten te gooien, die werd al heel spoedig verboden. En nu werd gedecreteerd, de kadavers moesten begraven worden. En dat gebeurde in het algemeen helemaal achter op het land van de boer. En op die plek waar ze begraven waren, daar liet men in feite de natuur zijn gang gaan. Dus daar ontstond struikgewas en er schoten wilgen op. Dat werden zogenaamde pestbosjes. Hele dicht begroeide kleine bosjes. En daar in de verte hebben we zo'n pestbosje. En nu leek het iedereen een enorm leuk idee, behalve mij, om met een tractor naar dat pestbosje te rijden. Ze hopen natuurlijk dat er een verschrikkelijk ongeluk gebeurt. En dat wordt dan een enorm dramatische scène. Nou. Zo. We'll be right back.
Zo, verder ga ik lopen. Ik kan niemand aanbevelen om op 40 jaar oude tractoren te rijden. Die koppeling was dubieus. Ja, hier hebben we dat pestbosje. En u denkt natuurlijk bij jezelf van, nou, daar word ik niet opgewonden van dat pestbosje. Beetje struiken, beetje willigjes enzovoort. Maar die pestbosjes die zijn eigenlijk heel belangrijk. Want ze bewaren allerlei restanten van de oorspronkelijke flora en fauna. Het zijn eigenlijk een soort mini natuurmonumentjes. En ze verdienen ook onze attente bescherming. En daar nog zo'n pestbosje te zien. Dus we zien eigenlijk dat we hier in Kamerik, want daar bevinden wij ons op een betrekkelijk kleine oppervlakte, al twee van die pestbosjes zijn te vinden. En u vindt ze, als u erna op zoek bent, overal in het Nederlandse weidelandschap. En net dacht men dat men van de runderpest af was, of die sloeg opnieuw toe in 1744. En toen heeft die runderpest meer dan 20 jaar in Nederland huisgehouden. En men neemt aan dat daarbij misschien wel 1 miljoen runderen om het leven zijn gekomen. Ook toen die runderpest voor de tweede keer toesloeg in de 18e eeuw, wisten ze nog helemaal niet hoe het kwam. Vandaar dat die wanhopige boeren, waarvan de hele veestapel dus bezig was te sterven, hun toevlucht namen tot de meest wonderbaarlijke middelen. Toverdrankjes zou je het eigenlijk kunnen noemen. Kruidendrankjes. Ik heb hier ook zo'n zakje kruiden. Dus ze stopten er jeneverbessen in en duivelskruid en ik weet wat niet voor flauwekul. Ik ga dit wel open zitten maken, maar ik weet helemaal geen pest van kruiden. Maar in ieder geval kan ik u een jeneverbesje laten zien. Daar hebben we zo'n jeneverbesje. Maar u voelt het al aankomen. Het heeft helemaal niks geholpen. Wat betekent het als je hele veestapel geruimd moet worden vanwege een of andere veeziekte? Dat gaan we horen van Rutger Hennepman, wiens hele veestapel is geruimd in 1999 vanwege de BSE, de gekke koeienziekte. Dag. Goedemiddag, Rutger Hennepman. Maarten van Rossum. Ik stel voor dat we vanwege de frisse wind maar meteen naar binnen gaan. Dat lijkt me een goed idee. Kijk, ik heb er wat klaargelegd. Ja, dramatisch fotomateriaal. Ja, zo zag het eruit. Ja, dit werkt natuurlijk direct op mijn sentimentele verbeelding. Dat arme kalf dus dan die vrachtauto in wordt gedragen. Hè? Ja. Want het meest absurde moment moet toch zijn dat plotseling al die mensen op uw terrein zijn en met die ruiming beginnen. Ja, want wij hoorden dus 's avonds om 6:45. Zijn ze, maar toen zeiden ze ook tegelijk bij van morgenochtend komen wij de koeien ophalen. Eerst werden de koeien getaxeerd, dus werd er een waarde bepaald van hoeveel waard zijn de koeien. Nou, en daarna werden ze opgehaald. Door die lui in die witte pakken die we hier zien? Ja, die waren van de RVV. En u stond erbij te kijken? Ja. Met de dood in het hart? Dat waren wel verdrietige momenten. Ja. En dan is het ook, na die tijd zijn ze weg, de koeien, dan zie je het erf afgaan en dan is het stil. Want dan, ja, dan kom je thuis, kom je in de stal en er is niks meer. En hoe lang duurde het voordat u nieuwe dieren had? Dat heb denk ik 1 maand geduurd, want we hebben eerst 14 dagen leeg moeten staan en ontsmet moeten worden. En ja, dan moet je zoeken naar een andere geschikte veestapel die bij je past. Nou, die hadden we toen gevonden. Dan hebben we 2 andere koppels koeien kunnen kopen. Een veestapel die bij je past, dat werkt natuurlijk ook op mijn verbeelding. Waarom past de ene veestapel niet bij je en de andere wel? Nou, het moet een beetje passen bij het soort boeren wat je bent en ook hoe je je koeien wil gaan voeren. Wil je ze heel hard gaan voeren of zeg je van nou wat rustiger aan en dan komen we er ook wel. En wat voor koeien heeft u genomen? Wij hebben koeien genomen die gewoon
zo gezegd rustige koeien met niet zoveel problemen. Want je kan wel koeien hebben die heel veel melk geven, maar die hebben vaak ook heel veel problemen. Dat zijn een beetje prima donna koeien eigenlijk. Ja. Dus u heeft eigenlijk geen prima donna koeien, maar echte Nederlandse praktische koeien. Ja. Die niet zeuren en die zich normaal gedragen. Ja, die gewoon hun best doen. Ja. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Zo dat geldt ook voor de koeien eigenlijk. Ja. Dat vind ik toch zo eigenaardig bij die koeien. Dat ze zo individueel herkenbaar zijn. Ja, ze zijn allemaal apart gekleurd. Zo. Dat is Bella. Hier hebben we Sneeuwwitje en Wolkewietje. Wolkewietje? Ja, maar in principe weet u van alle koeien ongeveer... De naam. Hoe ze heten. Ja. Ja? Alle 110, dat zijn er een hoop. Hè? Dat zijn er heel veel, ja. Ja, ik heb wel wat met koeien. Dat is wel duidelijk, ja. Misschien dat ik ook een koe ga houden achter in de tuin, maar dat mag waarschijnlijk niet, hè? Ja, je kunt het wellicht proberen. Dat weet ik. Ik denk dat mijn vrouw er niet zo voor zal zijn. In Nederland was er een Franse bezetting nodig om te komen tot een efficiënte bestrijding van de runderpest. Want de Fransen maakten van Nederland, wat dus eerder uit 7 verschillende gewesten bestond, 1 eenheidsstaat. En nu kwamen er wettelijke maatregelen. Zieke dieren moesten geruimd worden. Voor de geruimde dieren werd een financiële compensatie geboden. En zo werd ook in Nederland voor het eerst runderpest efficiënt bestreden. De runderpest is uitgeroeid. Maar veeziektes komen nog steeds op grote schaal voor en er wordt vaak nog steeds op grote schaal geruimd. En echt nodig is dat ten dele helemaal niet. En dat het gebeurt, dat is het gevolg van grote economische belangen. En dat is een droevige zaak. En het is ook zaak dat we daar iets aan doen.